Gunther, iets anders vandaag. Niet op de Bosuil, maar op onze jeugdterreinen in het Persbos in Braschaat. Vertel eens, wat doen we hier eigenlijk? Ja, wat doen we hier eigenlijk? Het is een initiatief eigenlijk tussen de FASC en de jeugd eigenlijk. Nog eens een gezellig samen zijn op het einde van het seizoen. Ik denk dat we die dingen alleen maar kunnen positief tegemoet kijken. Hè. We leren elkaar eens wat beter kennen. Voor mij ook eens een keer om de jeugd nog wat beter te leren kennen en de mensen die hier aanwezig zijn. Dus we kunnen alleen maar fier zijn dat zulke initiatieven genomen worden. En we proberen onze bijdrage er ook een beetje aan te geven. Hè. Ja, want voor jou persoonlijk, je hebt eigenlijk al van in het begin, van in het heel prille start van de overname, een heel goede band gehad met de FASC. Is dit eigenlijk een symbolische daad daar tegenover, om iets terug te geven? Ja, tuurlijk, dat is altijd. Maar ja, dit is niet het enigste, hè, laten we dat zo zeggen. Hè. We zijn al een heel jaar eigenlijk heel goed aan het samenwerken, zowel met FASC als met de jeugd. Maar vooral de FASC-samenwerking die loopt op deze ogenblik ook fantastisch goed. Dus als wij ons steentje kunnen bijdragen, willen we dat zeker en vast vanuit het bestuur heel graag doen. Ja, nu weer toch bij de jeugd staan, zullen we daar ook maar iets over vragen. Met Robbe en Seppe Kiel zijn er net twee talenten die getekend hebben voor het A-elftal. Hoe ziet het Antwerpen bestuur dat voor de toekomst? Is het de bedoeling dat er elk jaar jeugd gaat doorstromen? Dat zou het liefst zo snel mogelijk hebben, want het is nog altijd het lang leven van een voetbalclub, hè, als de jeugd kan doorstromen. Dus wij willen graag het initiatief daaraan geven, met de gebroertjes eigenlijk binnen te halen. Willen we gewoon een initiatief starten waar we mee zeggen, ja, de jeugd is belangrijk voor ons. Wij willen dat er elk jaar mensen zich beginnen te profileren en naar de toekomst toe proberen naar die eerste ploeg verder te gaan. En dat is eigenlijk de prioriteit dat wij hebben om dat met onze jeugd te doen. Oké. We zien hier achter ons van alle activiteiten staan. Gunther, ga je zelf nog aan iets proberen deel te nemen? Ik zou nog graag wel willen, maar ja, het lichaam laat dat iets minder toe. Dus we gaan eens kijken waar we kunnen aan bijdragen. Dat gaan we dat wel doen natuurlijk. Oké, bedankt Gunther. Graag gedaan. Heren, zwaaieren.